Stijn Bultman, die heeft debuut hier op Ervasito. Hoe voelt dat? Ja, niet normaal. Ik heb hier lang naartoe gewerkt en dat moment nu mag komen is ja, super gaaf. Ik ben er hartstikke blij mee. Ja, ook in de voorbereiding heb je al heel veel minuten gemaakt. Ja, had je dat verwacht toen jij hier aansloot bij Heracles? Je weet nooit wat je kan verwachten precies, maar nou ja, ik wou wel graag mezelf kunnen laten zien hier. En daar heb ik de mogelijkheid voor gekregen om in de voorbereiding al genoeg te mogen gaan spelen om mezelf te bewijzen. Merk je ook dat je elke week een stukje beter wordt en meer leert op de training? Ja, en zo? Zeker weten. Iedereen is hartstikke erg met me bezig, spelers, trainers. Dus ze helpen me met elk detail. Dus ik ben hier super blij. Ik voel me op mijn plek. Ja, nu kwam je dan net na de rust in het veld. Is dat lastig voor een verdediger? Ja, ik denk sowieso dat het debuut in de rust is sowieso wel lastig. Maar ik denk dat ik op een gegeven moment gewoon dacht van gewoon een lekkere pot spelen en ook weer hier mezelf laten zien. Genieten ook is belangrijk en ik denk dat dat wel gelukt is. Ja, ik had niet echt het idee dat je heel veel spanning had, want het oogde allemaal vrij rustig. Ja, op een gegeven moment als je eenmaal de eerste bal goed speelt, dan zit je er lekker in. En dan voel je rustig wat je zegt. Ja, is het dan ook fijn dat zo'n aanvoerder Justin Hoogma dan naast je staat? Ja, zeker. Niet normaal. En ook die helpt je. Ja, precies. Maar dat heb ik wel met elke speler. Elke keer van complimenten wanneer het moet. Even scherp stellen wanneer het moet. En met Justin ernaast is super fijn. Helpt je met alles. Ja, je komt dan bij de 0-1 achterstand de rust in. Of de rust uit. Tweede helft. Is het dan taak om snel die 1-1 te maken? Ja, tuurlijk. Want je wil natuurlijk hier thuis de wedstrijd winnen tegen NEC. Dus ik denk dat we snel naar de 1-1 wouden. En toen voelden we dat er meer in zat. En gelukkig hebben we hem hier kunnen winnen met 2-1. Ja, die 1-1 was een beetje een kantelpunt in de wedstrijd. Hoe kwam het dat jullie toen meer grip kregen op NEC? Ik denk dat dat vaak zo is. Als je zelf gescoord hebt, dan krijg je een energieboost. Ik denk dat met het hele team, dat gaven we ook aan van boem, nu gaan we gas geven. En ik denk dat daardoor, we gingen de duels weer verder spelen. En we wouden gewoon in de tweede helft wouden we echt winnen met z'n allen. En dat hebben we laten zien. Ja, en op het laatst bij die 2-1, dan kom je in heel veel duels te spelen. Is dat ook lekker voor jou als verdediger? Ja, heerlijk. Lekker die ballen wegkoppen. Eén keer schiet ik die bal weg. Ja, dus als verdediger vind ik dat heerlijk. Ja, jullie hadden net applaus in de kleedkamer. Die 3 punten zijn lekker, denk ik, hè? Ja, heerlijk. Ja, tuurlijk. Hartstikke fijn. Top, dankjewel. Alsjeblieft.